Dagelijks gebeuren overal in Nederland verkeersongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd en zorgvuldig gereconstrueerd. En de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Elke Nederlander van tenminste 18 jaar mag zijn rijbewijs in principe halen. Er zit dus een hele bonte verzameling rijbewijshouders op de Nederlandse weg. Een mengelmoes van leeftijden en beroepen. En al die mensen hebben één ding gemeen. Ze mogen rijden. In de auto. Als je in de auto zit, dan moet de gordel om. Binnen of buiten de bebouwde kom. Of je nou stilstaat of achteruit rijdt, het is verplicht. En bovendien, het kan je leven redden. Of andermans leven. Nou hè? Ja? Daar met die vergeten, hè? Voorlopig. Niks meer tillen, zegt de dokter. Ja, het is klodertiest. Ja. En opereren. Hebben ze bij Kobe ook gedaan. Heeft nooit meer last gehad van de rug. Nou, tegenwoordig snijden ze niet zo snel met mijn hernia. En er zijn nog zat dingen die ik wel kan. Ja, ja. Die is niet altijd best meer, hè? Hey, Onno. Jij zou toch voor mij, ja, heb je nou al iets kunnen regelen, of niet? Oké. Ik zei je Mats. 6.000 en jij zorgt voor de APK. Nou? Wat een
kan ik nou beginnen, man? Hey? Ja, de administratie. Je zei toch dat er iemand weg zou gaan, of niet dan? Ah, nee, ja. Ze moeten dan beslissen of ze nieuwe nemen. Dat kan een hele tijd duren. Hoe lang dan? 2 maanden? 3? Ties, je weet het, als het aan mij ligt, krijg je die baan. Maar ze willen liever iemand met meer ervaring. Maar dat zeg je nou pas. Waarom probeer je het niet ergens anders? Je kan toch naar zo'n uitzendbureau? Ja, zoek het zelf wel uit, hè. Maak je maar niet druk. Als er wat vrijkomt, dan bel ik je wel. Hallo. Ma? Ma, wat is het? Ja, verdorie, alles gaat ook mis. Scherven brengen geluk. Dat belooft wat voor de vakantie. Anita. Ik ga niet mee naar Ameland. Ik heb je vanmorgen nog geprobeerd te bellen, maar... je was gewoon al onderweg. En die koffer dan? Natuurlijk gaan we. Je vader... hij is de hele week al ziek en neurig. Hij vindt gewoon dat ik hier nodig ben. En daar komt hij nu mee aanzitten. Het is al 2 maanden afgesproken. Het hotel is gereserveerd. Wat doet die man toch altijd moeilijk? Omdat hij met geen stok van de boerderij is af te krijgen, zeker. Ik had hem nog gevraagd of hij mee wilde. Nee hoor, ga jij maar met ma alleen. Ja, maar het is nu ook zo druk. Hij is de hele dag op het land en hier in huis moet ook nog zoveel gebeuren. Te koken en dan mekkeren dat hij weggaat. Hij stelt zich alleen maar aan. U moet nou maar eens voor uzelf zorgen. Kom op. Ach nee, dat heeft toch geen zin. Ik ga toch niet met vakantie als we ruzie hebben. Kan ik er helemaal niet van genieten. Tweede keer deze maand, of niet? Derde. Hé, hey Marlies, ik heb nou wat. Ik moet je ogen even dicht doen. En dan niet, hè? Hier, dat is voor jou. Hoef je mijn gebler niet meer aan te doen. Zeg, voel jij je nog wel goed om nu zoiets te kopen? Wat kost dat ding dan niet? Dat flik je me nou altijd. Dat was een koopje, hoor. Dat was de helft van de prijs. Jij zegt toch zelf al... ja, dat er een nieuwe wasmachine moet komen. Luister, ik heb wel een vriendje die ja, repareert. Die hem de vorige keer ook heeft gemaakt en de keer daarvoor. En moet je kijken. Ja, maak je er maar geen zorgen. Doordat ik straks weer een baan heb dan. Wat? Ja, nee. Nou ja, nog niet in ieder geval, maar... nee, dus. Het zou ook te mooi geweest zijn. Ach, nou, die interesseert zich ook helemaal niet voor mij. Doet ook helemaal geen moeite voor mij. Ik bedoel, die interesseert zich alleen maar voor die kever. Die durft er nog 6.000 piek voor te bieden ook nog. Maar dan moet ik wel zelf laten keuren, de zak. Ja, maar het zou nu wel mooi uitkomen. Zeg, dat meen je toch niet, hè? Dat je het niet leuk vond. Waarom doet je dat zo moeilijk? Wat moet je je mee? Dit is iets tussen moeder en mij. Door uw aanstellerij. Mijn vakantie ook bedorven. Had je maar een normaal verjaardagscadeau voor haar moeten bedenken. Flauwekul. Ik snap u niet. Er is geen enkele reden. Jij woont al te lang in de stad. Hier is het werk nooit af.
En Clara 3 moet kalven. Onzin. Er is altijd hulp genoeg. Er is Ma echt niet bij nodig. Als je moeder per se weg wil, houd ik er niet tegen. Per se weg wil? Natuurlijk wil ze niet weg als u zo dwars ligt. Volgens mij kunt u nog geen 3 dagen zonder Ma. Nog geen dag. Ik heb niemand nodig. Wie heeft de boerderij hierop gebouwd? Maar een pannetje soep opwarmen kunt u blijkbaar niet. En nog stront eigenwijs ook. Dat heb je dan niet van vreemden. Ik laat mijn vakantie in ieder geval niet door u bederven. Ik ga wel alleen. Weet je nog, vorig jaar, zomer, helemaal naar Zuid-Frankrijk. In dit kevertje. Ja, en onder dit kevertje, naast dat kevertje. En maar wachten. Toch was het een van onze leukste vakanties. Zo goed. Ik zal dat ding wel terugbrengen. Ik bedoel, dan maar geen muziek. Kom nou zeg, zo beroerd zing ik nou toch ook weer niet? Daar gaat het niet om, Tiest. Hij zuipt benzine. En de verzekering, de wegenbelasting. En dan al die garages. Nee, dat is niet waar. Ik heb die kleine reparaties zelf verricht en hij loopt weer perfect. We hebben toch helemaal geen auto nodig? Nou, hebben wij geen auto nodig? En de boodschappen dan, hè? Of de vakantie, of als jij weer zo nodig naar je ouders moet, hebben wij geen auto nodig? Kom nou zeg. Tiest, als het anders komt, graag. Maar ik zou het ook niet weten. Weet je... Misschien moet ik me gewoon laten omscholen. Hè? Vind ik vast wel werk. Of ik ga straks voor mezelf beginnen. Straks. Jij altijd met je straks. Het gaat om nu. En hoe lang moet dat dan duren? Een half jaar? 2 jaar? Ik weet niet of jij zin hebt om zo lang op de hand te wassen, maar ik in ieder geval niet. Hoi. Het is al zo laat. Het is alweer. Maar ik ben eerder weggegaan. We moeten om 1:30 in Brazilianos. Ik heb macaroni. Oh, lekker. Tiest was er. Tiest? Ja. Die is toch thuis? Ja. Ik zag Marlies laatst. Ze heet ze toch? Wie? De vrouw van Tiest, die heet toch Marlies? Zouden ze eigenlijk kinderen hebben? Zou best kunnen. Ik denk het niet. Waarom denk je dat? Tiest, die is altijd bezig met zijn kever. Jij toch ook? Jij hebt ondertussen ook niet stilgezeten. Waar zijn die jongens? Die is bij de vijver, ze hebben al gegeten. Hij wil hem verkopen. Wie? Die kever. 6.000 gulden. Nou, dan moet je ook omhoog zitten. 6.000 gulden? Ja. Die kever van Herman die bracht 12.000 op. Ja, dat klopt. Maar ik heb 6.000 geboden. Zo, en? En niks. Ja, maar Herman biedt er zo 10 voor. Ja, dat weet ik. En ik kijk uit, het is een vol fles. Sorry dat ik je van niks heb laten komen. Zo vervelend. Andere keer misschien? Een andere keer. Gelooft u het zelf? Maar ik amuseer me wel. En als pa weer is bijgedraaid, dan kom ik gauw een weekend logeren. Ik bel u. Je moet het er maar niet al te kwalijk nemen. Eigenlijk meent hij het niet zo slecht. Dag. 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 Veel plezier. Joep. Dag.
Zo, schiet nog maar op, want Anita heeft haast. Heb ik eindelijk rust. Nou, dag. Ja, nou, Clara 3. Als het een kou wordt, noem ik haar Anita. Anita 1. En als een stier wordt? Dan zeker. Dat is het toch een rare man. Komt hier eens met de koffer, Jan. Maak je nou niet zo druk, dat ding dat kan gewoon niet harder. Verderop wordt de weg hier geloof ik wat breder, dan kun je hem inhalen. We hebben toch vakantie? Gaat nooit stuk, jong. Oh nee? Nee. Probeer hem maar eens, hè. Wat ga je met het geld doen? Oh. Weet u nog met kerstmis? Pa zou wel eens laten zien hoe je een afgebroken kurk uit de fles krijgt. Ja, 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 maar jij kreeg hem er ook niet uit. Nee, hij pakt het mes, hij zet het op de kurk en... en die wijn die springt recht in zijn gezicht. Ah, hij doet toch zo zijn best. Wat neemt hij eigenlijk? Nog draaien. Hé? Ja, nee, dat zou Kobi niet pikken. Oh shit. De spiegel zit ook niet goed. Wacht even, dat is nog niet goed. Ja, waarom spelen? Jan is daar. Doe die dingen. Wacht.
die wasmachine heb je zelf net een jaar. Nee, dat is niet waar. Die heb je vorig jaar maart gekocht. Nee, dag. Dat wil ik al helemaal niet. Nee, en je weet wat Ties daarvan vindt. Trouwens, ik denk eigenlijk dat hij vandaag zonder auto terugkomt. Mensen, mag ik er even bij? Mag ik er even bij? Wat moet ik dan doen, mam? Ik weet het nog niet. Ik kon het toch ook niet doen. Ja, maar het is niet mijn schuld. Het is niet mijn schuld. Wat is er gebeurd? Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Er zijn mensen die die verantwoordelijkheid niet kunnen of niet willen dragen. En daarom worden er wetten en wetjes gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het dragen van autogordels. Gebruik eens je verstand. Tenminste, als je je verstand wilt kunnen blijven gebruiken. Maak je nou niet zo druk, dat ding, dat kan gewoon niet harder. Verderop wordt de weg hier geloof ik wat breder, dan kun je hem inhalen. We hebben toch vakantie? Gaat nooit stuk, jong. Oh nee? Nee. Probeer hem maar eens, hè. Wat ga je met het geld doen? Weet u nog met kerstmis?
pa zou wel eens laten zien hoe je het afgebroken kurk uit de fles krijgt. Ja, 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 maar jij kreeg hem er ook niet uit. Nee, hij pakt het mes, hij zet het op de kurk en... en die wijn die springt recht in zijn gezicht. Ah, hij doet toch zo zijn best. Wat neemt hij eigenlijk? Ja, hij nog draaien. Hé? Ja, nee, dat zou Kobi niet pikken. Oh shit. De spiegel zit ook niet goed. Wacht even, dat is nog niet goed. Ja, nou spelen. Jan is dat. Clara 3. Als het een kou wordt, noem ik haar Anita. Anita 1. En als het een stier wordt? Dan zeker. Dan is het toch een rare man. Dan kan je eens met het koffertje aan. Maak je nou niet zo druk, dat ding, dat kan gewoon niet harder. Verderop wordt de weg hier geloof ik wat breder, dan kun je hem inhalen. We hebben toch vakantie? Het gaat nooit stuk, jong. Oh, nee? Nee. Probeer hem maar eens, hè. Wat ga je met het geld doen? We weten nog met kerstmis.
pa zou wel eens laten zien hoe je een afgebroken kurk uit de fles krijgt. Ja, 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 maar jij kreeg hem er ook niet uit. Nee, hij pakt het mes, hij zet het op de kurk en... en die wijn die springt recht in zijn gezicht. Ah, hij doet toch zo zijn best. Wat neemt hij eigenlijk? Nou, hij nog draaien. Hé? Ja, nee, dat zou Kobi niet pikken. Oh, shit. De spiegel zit ook niet goed. Wacht even, dat is nog niet goed. Ja, nou is beter. Jan is later. Die wasmachine heb je zelf net een jaar. Nee, dat is niet waar. Die heb je vorig jaar maart gekocht. Nee, dag. Dat wil ik al helemaal niet. Nee, en je weet wat Ties daarvan vindt. Trouwens, ik denk eigenlijk dat hij vandaag zonder opa terugkomt. Mensen, mag ik er even bij? Mag ik er even bij? Wat moet ik dan doen, man? Ik weet het nog. Ik kon het nog ook niet doen. Mensen, mag ik er even bij? Mag ik er even bij? Mag ik er even bij? Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Er zijn mensen die die verantwoordelijkheid niet kunnen of niet willen dragen. En daarom worden er wetten en wetjes gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het dragen van autogordels. Gebruik eens je verstand. Tenminste, als je je verstand wilt kunnen blijven gebruiken.
Weet je nog, vorig jaar, zomer, helemaal naar Zuid-Frankrijk. In dit kevertje. Ja, en onder dit kevertje, naast dat kevertje. En maar wachten. Toch was het een van onze leukste vakanties. Zo goed. Ik zal dat ding wel terugbrengen. Ik bedoel, dan mag geen muziek. Kom nou zeg, zo beroerd zing ik nou toch ook weer niet? Daar gaat het niet om, Tiest. Hij zuipt benzine. En de verzekering, de wegenbelasting. En dan al die garages. Nee, dat is niet waar. Ik heb die kleine reparaties zelf verricht en hij loopt weer perfect. We hebben toch helemaal geen auto nodig? Ah, hebben wij geen auto nodig? En de boodschappen dan, hè? Of de vakantie, of als jij weer zo nodig naar je ouders moet, hebben wij geen auto nodig? Kom nou zeg. Tiest, als het anders komt, graag. Maar ik zou het ook niet weten. Weet je... Misschien moet ik me gewoon laten omscholen. Hè? Vind ik vast wel werk. Of ik ga straks voor mezelf beginnen. Straks. Jij altijd met je straks. Het gaat om nu. En hoe lang moet dat dan duren? Een half jaar? Twee jaar? Ik weet niet of jij zin hebt om zo lang op de hand te wassen, maar ik in ieder geval niet. Hoi. Het is al zo laat. Salveen. Maar ik ben eerder weggegaan. We moeten om 1:30 in Brazilianos. Ik heb macaroni. Oh, lekker. Tiest was er. Tiest? Ja. Die is toch thuis? Ja. Ik zag Marlies laatst. Zo heet ze toch? Wie? De vrouw van Tiest, die heet toch Marlies? Zouden ze eigenlijk kinderen hebben? Zou best kunnen. Denk het niet. Waarom denk je dat? Tiest, die is altijd bezig met zijn kever. Jij toch ook? Jij hebt ondertussen ook niet stilgezeten. Waar zijn die jongens? Wees bij de vijver, ze hebben al gegeten. Hij wil hem verkopen. Wie? Die kever. 6.000 gulden. Nou, dan moet je ook omhoog zitten. 6.000 gulden? Ja. Die kever van Herman die bracht 12.000 op. Ja, dat klopt. Maar ik heb 6.000 geboden. Terugkomt. Mensen, mag ik er even bij? Mag ik er even bij? Wat moet ik dan doen, man? Ik weet het nog. Ik kon het nog ook niet doen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Er zijn mensen die die verantwoordelijkheid niet kunnen of niet willen dragen. En daarom worden er wetten en wetjes gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het dragen van autogordels. Gebruik eens je verstand. Tenminste, als je je verstand wilt kunnen blijven gebruiken.